Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Smurfeland video! Ja, want kijk, als je naar hier naar kijkt, dan denk je toch gewoon dat je in Smurfeland bent. Eigenlijk is het natuurlijk Miitopia met Nintendo characters, dus Nintendopia. Maar eigenlijk vind ik ook dat we gewoon de Smurf moeten fixen. Kijk, we moeten nu weer inwoners gaan maken. Het is dat ik ze niet kon vinden, anders had ik hier echt letterlijk allemaal Smurfen gemaakt, hè. Maar dit zijn allemaal veeën? Alfred is de dorpsbewaker. Laten we even kijken naar populaire Mies. Waarom verzint niemand dat hier Smurfen voor moeten komen? Er bestaat een Lego Harry Potter game, dus ik vind dat ik Hagrid mag gebruiken. Hagrid, jij bent de bewaker. Ja, dat klopt wel. Dan hebben we hier Feenfans. Die zijn lid van de Feen Fanclub. Ja, dat zijn weer drie Animal Crossing villagers hoor, jongens. Kijk, Roald. Oh man, dit ziet er niet uit. Oké, ja, de tweede, dat is Jidders. Oh man, met die oren, dat kan echt niet. Nou, en de derde, dat is Dizzy. Let's go. Roald, Jidders en Dizzy, dat zijn de veeënfans. Dit is een angsthaasvee. En deze verstopt zich liever. Ja, dat is Goomy. Goomy is wel zo'n Pokémon die zich rustig terugtrekt, volgens mij. Dit is een jaloerse dame die zichzelf beter vindt. What about Maractus? Dit ziet er ook te grappig uit. Ja, Maractus, die vindt zichzelf beter dan anderen. Dan hebben we hier een luilak. Dat is Ditto. Ditto is lui. Ja, zeker wel. En dit is een ondeugende heks die haar vaardigheden alleen maar gebruikt voor onzin. Kennen jullie die amiibo? Die Mii-amiibo? Met dat pistool? Dat is deze Mii-gunner. Ja, ik vind dat er wel eentje. Of maken we hier ook een Pokémon van? Ja, we moeten hier eigenlijk ook een Pokémon van maken. Weet je wat? Dan doen we Mudkip. Ja, Mudkippie. Jij mag er ook bij. Dus, we hebben hier Hagrid, Roald, Jidders en Dizzy, Mudkip, Ditto, Maractus en Goomy. Dat zijn onze elfen, a.k.a. onze Smurfeland. Hey yo, Hagrid, ben je gewond, vriend? Waarom lig je hier, jongen? Word eens wakker. Wat vreselijk toch, zegt Hagrid. De duistere vorst, hij is op weg naar het dorp. Maar gelukkig beschermen onze helden ons. En dat zijn de fantastische veeën. En ik heb even een nieuwe creator code gevonden. 7B8KG46. En als het goed is, staan hier ook weer heel veel Nintendo characters in. Oh, dit is zo cool. We moeten nu drie zussen zoeken. Hey, we kunnen sowieso Toadette doen. Maar dit kleurtje matcht niet helemaal. Wacht even, Toadette doen we straks. We kunnen Raichu, Pikachu en Pichu doen. Dat is een grappig idee. Hier hebben we Raichu, dat is de oudste zus. Dan hebben we hier de middelste zus. Daar doen we dan Pikachu. Ja, nice. En dan de jongste zus is natuurlijk Pichu. Kijk, want die hebben we ook hier zo. Heel nice. Raichu, Pikachu en Pichu zijn de drie feeënzusjes. Ik vind het tof. Alsjeblieft, lieve Raichu, zegt Hagrid. Oh, hij is alweer aan het slapen. Nou, geniet ervan. Geniet van je nachtrust, man. Dan gaan we even lekker naar Smurfeland. Hallo allemaal. Hallo iedereen in het elfendorp. Hallo. Kijk, hier hebben we Goomy. Die is een beetje verlegen. Rustig aan, Goomy. Dit is het elfendorp. Sinds de komst van de duistere vorst is de sfeer hier behoorlijk gespannen. Dus maak dat je wegkomt, vreemdeling. Hier hebben we Jidders. Die is fan van Pikachu. Vindt Pikachu helemaal perfect. En hier hebben we Roald. En die is weer fan van Raichu. En dan hebben we hier nog Dizzy. En die is weer fan van Pichu. Ik ben benieuwd of ze samen gaan komen allemaal. Zou toch een mooi liefdesverhaal zijn, hè? Hier hebben we dan Maractus. Ja, deze veetjes die zien er wel een beetje gek uit allemaal. En Maractus is eigenlijk gewoon jaloers. Hey Ditto, what up? Het interesseert Ditto allemaal helemaal niks. Wat ik ook zeg, het kan hem niks schelen. Laat mij maar gewoon hier liggen. Nou, oké, Ditto. Dan ga ik er vandoor. Dan ga ik even met Mudkip praten, ja? Ik ben een heks, weet je? Ga weg, duister monster! Wow, die kon gewoon echt toveren. Ik ben een beetje bang van Mudkip. Ik ga snel weg bij Mudkip. Oké, wat gaat hier gebeuren? Wat een toestand! Ah, help, er is iets vreselijks gebeurd! Ah, Pichu! Mijn zussen, ze zijn aangevallen. Ze worden... Ah, nee, help, ontvoerd, weg. En de duistere vorst Mr. Mime heeft dus het elfendorp aangevallen. En de drie machtige zussen hebben het dorp beschermd. En na een zware strijd vertrok het gevaar door de Oosterpoort. Maar net toen de zussen dachten gewonnen te hebben, kwamen de monsters en namen de twee oudste zussen mee. Zal ik jullie gaan helpen? Ik ga je helpen, Pichu. Oh, ga je met ons mee? Oh, kijk nou. Oh, dat is gezellig. Oké, let's go, Pichu. Dan doen we het gewoon samen. Hey, dat vind ik top. Ik denk dat we eerst even hier naartoe moeten. Nou, daar gaan we dan. Pichu, Goigi en ikzelf tegen een gnoompo en een pompo.
Pompo is al kapot. En Luigi, ja. Op het paardje Epona, dan is die niet te houden, joh. Maar Pichu zit niet in mijn team. Dus Pichu helpt mij wel, maar Pichu krijgt geen XP of zo. Dus Pichu blijft denk ik niet in mijn team. In de eerste battle heeft Pichu ook gewoon niks gedaan, hè. Toen hebben Gogi en ik het gewoon even opgelost. We gaan ervoor, zegt Pichu. Dansende pijl. Lekker bezig, joh. Luigi die zegt, heb je eigenlijk een strijdkreet? En nu gaan we er eentje verzinnen. Want ik drukte elke keer op nee. Maar mijn strijdkreet is, yo, Nintendo fan. Of het meervoud daarvan. Yo, Nintendo fans. Uitroepteken. Yo, Nintendo fans. Want zo begin ik natuurlijk altijd mijn video's. Dus ja, dat is inderdaad wel een leuk idee. Shoutout naar jou als jij dat verzonnen had. Ik weet, iemand van jullie heeft dat verzonnen. Dat vond ik een heel goed idee. Hey, daar is weer iemand. Iemand wil zich bij me aansluiten. En ik weet al wie ik wil. Ik wil namelijk heel graag Shadow. Ik vind deze zo vet gemaakt. Shadow van Sonic. En die is wel een beetje koppig. Maar Shadow die krijgt de tankklasse. Ja, dit ziet er prachtig uit. Welkom in het team, jongen. Sorry dat ik je heb laten wachten. Ik ben Shadow. Ik beloof dat ik heel hard zou werken aan het trainen van mijn vaardigheden. Mag ik me aansluiten bij je team? Zeker, dude. Je bent welkom, man. Kom er gezellig bij, jongen. Dan gaan we even lekker happy eten. Vind jij gnoomham lekker? Ja, oké. Shadow vindt gnoomham lekker. Top. En Luigi die wil al kannibalenthee. Dan heb ik nog kip curry. Vind jij kip curry lekker? Ik heb nog een boing radijs. Die ga ik even aan mezelf gunnen. Oh, dit ging heel goed. En een duivelstaart. Die geef ik nog even aan Luigi. Shadow the Hedgehog en ik gaan eventjes naar de markt. We gaan even onszelf trakteren. Maar, ja, Shadow heeft zeker weer geen geld bij. Nee hoor, ik trakteer Shadow wel weer. Je bent net nieuw hier in het team. En dan moet ik je ook nog gelijk trakteren, jongen. Misschien kunnen we beter even gaan fitnessen. Wel een lekkere beat weer. Hoppakee. Onze relatie is verbeterd. We zijn kennissen. We zijn matties. Ik ben nu onderweg naar professor Oak. Zijn quizzen zijn echt onmogelijk. Maar ik ga het toch weer proberen. Ik ben benieuwd wat Shadow kan doen. Hij kan mijn bananen opvreten. Gast, als je nou gewoon even aanvalt, jongen. Die komt binnen, begint gelijk mijn bananen op te vreten. Ga gewoon aanvallen, vriend. Potverdorie, joh. Dat was niet een echt goede eerste zet van Shadow. Eerst heeft hij geen geld bij zich en nu gaat hij ook nog mijn bananen oplopen vreten. Ja, jij moet even beter je best gaan doen, jongen. Hier, heb je ook nog even bonus ervaringspunten? Kom op, kom op. Shadow en Rickertje zien een enorme bubbel. Pas op, Luigi. Oh, ja hoor. Nou, Pichu die leidt de weg even vrolijk. Kunnen nu een weg kiezen. Kunnen een korte pauze doen of monsters? Laten we monsters doen. Ik wil XP. Ik moet sterker worden. We moeten trainen, jongens. Let's go. Pak die tomaat. Oh, kijk. Nu vuurt hij wel gelijk af. Top. Ik zou je gelijk weer even wat strooisel geven. Kijk. En Pichu maakt hem helemaal kapot. Ik vind het zo chill, jongen. Dat ik ze gewoon allemaal alle drie tegelijk raakte. Oh, behalve nu. Want nu ga ik weer op mijn bakkers. Elke keer als ik dat zeg, want ik zei het in de vorige aflevering ook een keer, ga ik op mijn bakkers en lukt het niet. Het is niet oké. Ik moet dat gewoon niet meer zeggen. Kijk, nu ga ik het niet zeggen, hè, jongens. Nu ga ik het niet zeggen. Oh, dat maakt blijkbaar niet uit, want ik ging weer op mijn bakkers. Kom op, Shadow! Pak hem! Boom! Oké, Shadow begint al iets beter te worden. We moeten alleen nog even één gele tomaat nakken met z'n allen. En hoppakee, Luigi, die fixt het even. Die geeft de laatste klap. Ik verwacht wel veel XP. Ja, kijk. We gaan gewoon allemaal een leveltje omhoog. Gebruik een vriend als munitie om je vijand te raken. Wat? Gaat hij nu gewoon ons lopen schieten, die gekke Shadow? Hij gaat gewoon Cramorant-stijl, waarbij hij gewoon een Pikachu gewoon bam op zijn tegenstanders afvuurt. Ik ben echt aardig voor Shadow, kijk dan. Ik koop gewoon weer een cadeautje voor hem. Ik ben hem echt aan het verwennen, joh. Het is niet oké. Hij krijgt echt zoveel shit van mij. Oh ja, ja, en Luigi is natuurlijk jaloers. Ja, die vindt het allemaal niet eerlijk. Weet je wat? Anders gaan jullie twee even samen in een kamer, Shadow en Luigi. Dan ga ik wel even bij Epona chillen. Kan ik dan al een quizje gaan doen? Dit gaat sowieso weer fout. Wie is er dan op spellen? Het is de quizmaster. Hey! Silhouettenstrijd. Krijgen 3 vragen. Wie is dit? Ja, dat weet ik wel. Dit is Red. Ja, dit is duidelijk. Super nice. De eerste hebben we goed. De tweede. Wie is dit? Steve Toad. Dit ben ik. Dit is Rickachu. Dit ben ik zelf. Ja! Lekker. En dan de derde. Wie is dit? Ja, dit is Toad. Dit moet Toad wel zijn. Toch? Ja!
We hebben weer een keer een quiz goed. Maar wat krijg ik van je? 5 HP bananen. Lekker, man. Nou, later. En weet je, eigenlijk moet ik ook gewoon stoppen op mijn hoogtepunt. We hebben nu een quiz gewonnen in Smurfenland. Dus ik ga deze video afsluiten. En in de volgende aflevering gaan we nog verder om dit elfendorp te verkennen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je ook de volgende video wil zien. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!